Oké, de titel van deze video heeft iets met naakt en mannen te maken, dus voor de vrouwelijke kijkers die alvast hun broek uit hebben getrokken, doe hem alsjeblieft weer aan. Het gaat namelijk over 50+'ers. Dit is een verhaal uit 2007 of 2008, één van de twee, en het speelt zich af in de zomer en er zitten naakte mannen. Yay! Dus in de zomer van, laten we het gewoon 2008 noemen voor het gemak, ging ik vaak bootje varen in zo'n rubberbootje door de sloten van het grote Purmerend en dan vooral de wijk waar ik woon. En tijdens het varen zijn er nogal leuke dingen gebeurd. Zo was het die ene keer dat we rustig aan het varen waren, lieflijk en vredelievend. En dan vaar je langs van die tuinen van mensen en die mensen denken dat er nooit iemand langs vaart. Dus was er een keer een vent die volledig naakt in de tuin lag. Lag hij lekker op zijn lichtstoeltje een boek te lezen. Ik heb geen boek meer in de buurt, maar mijn rapport uit het tweede dus lag een boek te lezen. En gewoon volledig naakt. Dat was een jaar of 65. En dat was dus niet een al te aangenaam zicht, nee. Dus die vent zag ons, hij kijkt over zijn boek. En dat deed hem weer omhoog en dan ging ik verder met lezen. Dus was het niet al te prettig om naar te kijken ofzo. En toen kwam zijn vrouw, ook volledig naakt. Het feest was compleet. Twee naakte 65+'ers. Oh, die vrouw, die zag ons en die dacht, nou, die kinderen die zullen niet getraumatiseerd raken door deze ervaring. En een andere keer gingen we ook weer varen door het water, omdat varen door land een beetje lastig is. En op een gegeven moment vaarden we weer langs van die tuinen en er was een vent en die was met zijn tuinslang bezig. Prima als je met je tuinslang bezig bent, heb ik niks op tegen. En nou, uit je tuinslang kwam water. En dat was natuurlijk geweldig dat er water uitkwam, want dat is het principe van een tuinslang. En ja, normale mensen die sproeien dat water meestal over hun plantjes, zodat de plantjes goed gaan groeien en dat soort dingen allemaal. Maar nee, wat deed deze vriendelijke vent? Hij spoot het water in de sloot. Waarom? Dat is nog steeds een wonder. De water naar de zee dragen letterlijk. Al was er daar geen zee en dat droeg het niet, maar alsnog is het water naar de zee dragen. En het allerleukste moest nog komen, want wij voerden daar gewoon leuk langs de vent die water in het water aan het flikkeren was. En toen zei die vent op een gegeven moment, wat hij vent op een gegeven moment, oh grappig. Dus die gast die zei, hey, wat doen jullie in het water? Dat mag niet, dat is mijn water. Serieus, dat is jouw water. Het is een openbare sloot waar iedereen in kan komen en hij noemt het zijn water. Ja, misschien omdat hij met zijn fucking tuinslang water in het water heeft zitten. Nee, het is niet jouw water. En hij werd echt heel erg boos op ons, omdat wij in ons bootje op zijn water aan het... Ja, aan het dansen waren. Super. En dit hier is een sneeuwpop. Sneeuwpoppen zijn cool. Sneeuwpoppen zijn een heel stoer, maar een net stoer als ik. Ik vind het leuk om met sneeuwpoppen te gooien.